De risicowedstrijd Go Ahead Eagles FC Zwolle, die gistermiddag gespeeld werd in de Adelaarshorst, is zonder ongeregeldheden verlopen. In de aanloop naar de wedstrijd kondigde burgemeester Heidema een noodverordening aan. In de binnenstad mocht het hele weekend preventief gefouilleerd worden en op zondag werd tot 1 uur geen alcohol geschonken. Dit om te voorkomen dat supporters voor aanvang van de wedstrijd zouden gaan indrinken. Het is eigenlijk best rustig gebleven. Er is wel gewoon een beetje lawaai geweest, maar dat hoort gewoon bij zo'n wedstrijd eigenlijk. Maar eigenlijk is het gewoon best wel rustig gebleven in de stad. Je hebt wat mensen in de stad die je normaal niet ziet, maar geen ongeregeldheden waar ze bang voor waren eigenlijk. Ondanks de extra beveiliging verzamelden zich rond 11 uur toch zo'n 100 Go Ahead Eagles supporters op de Brink. Op 1 aanhouding na, wegens het gooien van vuurwerk, verliep ook dit in sportieve sfeer. Uitgerukte ME en politieagenten konden de zingende fans zonder problemen naar het stadion begeleiden. Al leverde dit voor sommigen wel een bijzonder plaatje op. Te gek voor van woorden, om een voetbalwedstrijd om zondagmiddag zoveel politie op de been te zetten voor de supporters. Kan eigenlijk niet. Zo'n 5000 toeschouwers zagen de Eagles uiteindelijk met 1-0 winnen, dankzij een penalty van Jules Rijmerink in de 10e minuut. Go Ahead Eagles staat nu derde in de competitie, met 56 punten uit 30 wedstrijden. Burgemeester Heidema heeft aangegeven met vertrouwen uit te kijken naar de volgende belangrijke wedstrijd, op 25 maart tegen Ajax. Op 10 maart is de Boekenweek in Deventer van start gegaan. Het thema van dit jaar is jong zijn, opgroeien in de letteren. De Boekenweek is aanleiding voor 10 dagen feest. Gisteren stond het Boekenfestival op de agenda. In de Deventer Schouwburg en het filmhuis De Keizer waren enkele bekende schrijvers en dichters aanwezig die of een lezing of een interview gaven. Op de Boekenantiquairenmarkt waren er voor de liefhebber boeken te koop en er konden boeken gesigneerd worden door verschillende schrijvers. We hebben schrijvers, landelijk bekende schrijvers, Arthur Japin, Thomas Rozeboom, Dimitri Verhulst en Ramzi Nasser, dichter des Vaderlands. En die treden in allerlei zalen op en sommigen worden geïnterviewd, anderen vertellen hun eigen verhaal. En het publiek kan echt van het ene naar het andere, hè. Dus iedere schrijver doet 2 keer 1,5 uur. Dus je kunt echt een mooi programma samenstellen. We hebben 2 films in het filmhuis draaien. De Helaasheid der Dingen, dat is een verfilming van het boek van Dimitri Verhulst. En Where the Wild Things Are, ook een, toch wel een kaskraker. En we hebben Faber en de Jong, dat is een dichter en een gitarist. En Aliet van der Meer en Gonnie Kleine, die hebben een talkshow voor ouders en pubers. Deventer krijgt steeds meer bekendheid als literatuurstad. Dit wordt duidelijk als de Belgische schrijver Dimitri Verhulst alleen het Boekenfestival in Deventer aandoet tijdens de Boekenweek 2010. Tijdens het festival zal Verhulst geïnterviewd worden door Aliet van der Meer over zijn boek De Helaasheid der Dingen. Maar dat is voor Verhulst geen enkel probleem meer. Het boek De Helaasheid der Dingen is al meer dan 4 jaar oud. Ondertussen weet ik wel ongeveer elke mogelijke vraag die omtrent dat boek gesteld kan worden. Dus ik doe geen voorafgaande studie meer als ik nog eens buiten moet komen met dat boek. Ik weet het ongeveer wel. Wat verwacht u dan voor vragen bijvoorbeeld? Goh, klassiekers zijn natuurlijk het autobiografische aspect. Dat willen de mensen altijd weten. Dat zorgt voor een zekere sensatie en de sensatielust moet bevredigd worden. En klassieke vragen nu zijn natuurlijk ook of ik tevreden ben met de film. Niet alleen schrijvers en dichters komen van ver. Er zijn ook enkele belangstellenden die speciaal naar Deventer komen om daar hun favoriete schrijvers op te zoeken. Ja, we kwamen speciaal hier naartoe. We wonen in Arnhem om boeken te laten signeren. En door zowel meneer Notenboom als meneer Nasser als Japin en Dimitri Verhulst. Tijdens de Boekenweek zullen nog veel activiteiten plaatsvinden. Waaronder enkele tentoonstellingen, de winnaar van de verhalenwedstrijd wordt bekendgemaakt. En in de Deventer Schouwburg zal het theaterprogramma De Gelukkige Huisvrouw opgevoerd worden. De Boekenweek duurt nog tot zaterdag 20 maart. Na een lange winter staan voor komende week eindelijk lentetemperaturen op de weerkaart. Toch was de winter dit jaar buitengewoon koud.
de koudste sinds 14 jaar, waarbij in sommige delen van het land 2 maanden sneeuw heeft gelegen. Door smeltwater stijgt ook het water in de IJssel, met soms wel 3 à 4 meter. Hierdoor kon het Deventerpontje afgelopen week niet zijn vaste aanmeerplek gebruiken. Door dat smeltwater in Duitsland en in het Zwitserland hebben we eigenlijk elk jaar voor de winter problemen, of problemen eigenlijk niet, maar hebben we altijd een hogere waterstand. En dat schilt soms 3 à 4 meter op de IJssel. Oké, en hierdoor is ook het pontje verplaatst van aanmeerplek? Ja, op de ene kant wel, zeg maar op de kant van de Worp. Daar moeten wij dan aan het hoogwater steiger aanmeren, omdat die andere, de weg naar de steiger toe, die staat onder water, soms 2 meter. En maar hier aan de stad, als het hier onder loopt, dan kunnen we helemaal niet meer varen, omdat die gasten dan helemaal niet meer van boord kunnen. Dus als het water echt helemaal hoog wordt, dan moeten we gewoon stoppen. Omdat op de andere kant bij de Worp loopt ook de parkeerplaats en alles onder water en dan moeten we stoppen. Maar dat gebeurt heel soms. De laatste keer in 2003. Inmiddels ligt het waterpeil weer lager. Wanneer het water in de IJssel stijgt, is er een speciale reserve aanmeerplek aan de kant van de Worp. Niet omdat de opstapstijger aan die kant volloopt met water, maar de weg ernaartoe wel. Voor bezoekers vaak geen belemmering, maar juist een bezienswaardigheid. Als de eerste optie zeg maar onder water loopt, de weg daarheen. De steiger zelf blijft altijd droog, maar de weg daarheen die staat gewoon onder water. Dan moeten wij, ja, dan is expres daarvoor is een tweede aanmeerplaats geplaatst, gebouwd, die op een hogere plek is, waar die mensen dan toch nog aan boord kunnen komen en waar je ze kunnen overzetten. Op dit moment is de waterstand 3,10 meter en deze zal waarschijnlijk niet veel meer stijgen. Het ligt wel nog sneeuw in het Zwitserland, maar in Duitsland is eigenlijk niet meer zoveel. Het kan zijn dat het nog iets hoger wordt, maar niet meer zo extreem hoog, nee.